Hey, in deze video wil ik je heel graag een techniek leren die mij heel erg geïnspireerd heeft... ...en die enorm helpt bij um, manifesteren. En um, sommige mensen hebben het idee bij manifesteren van dat is als je heel hard aan iets denkt... ...wat je heel graag wil hebben, dan krijg je het. En als je maar genoeg daaraan denkt, als je maar het graag genoeg wil, dan komt het op je pad. Maar iedereen manifesteert anders... Um, en het grappige is dat we natuurlijk denken dat het alleen maar over positieve dingen gaat. Terwijl dat je in principe alles manifesteert. Dus ook de minder heftige dingen. Omdat je um, je focus op het verkeerde legt. En um, uh, of op het verkeerde, dat is misschien ook een oordeel hoor. Want um, dingen die lastig zijn, die kunnen juist heel veel inzichten geven. Hè? Zonder wrijving geen glans. Um, dus in die zin um, is het niet per se slecht. Maar. Um, ja, als je zeg maar meer positieve uh, dingen in je leven wil en meer rijkdom wil ervaren, meer geluk, meer energie, dan is het natuurlijk wel handig om te focussen op dingen um, die je wel wilt. En um, de ene persoon manifesteert door heel specifiek te zijn in wat hij of zij wil, um, dus door heel erg ook in detail te treden. En de ander, die, gaat juist, um, die moet juist uitgaan van een gevoel van van ik wil me zo voelen en uh, uh, ik wil graag deze activiteit op een dag doen, want daar word ik heel blij van. En als het, als het uh, voelt als vrijheid, dan, word ik, uh, dan werkt het voor mij heel goed. Nou, dat soort dingen. En um, hoe jij uh, manifesteert, het beste manifesteert, of dat specifiek of niet specifiek is, dat hangt dan weer af van je human design. Of daar hangt het niet van af, maar daar kan je dat heel, heel handig in, uh, in ontdekken. Um, over human design wil ik het een ander keertje hebben. Dat is namelijk ook een van de dingen waar, tools die ik wel veel gebruik in mijn coaching. Maar vandaag wil ik het met je hebben over manifesteren. En dat eigenlijk um, het geheim van manifesteren zit voor een groot deel in het loslaten. Niet zozeer de hele dag bezig zijn met wat je wel wil, maar vooral het loslaten van wat je niet wil. En van de emoties en de verhaaltjes die je hebt over dingen. Want op het moment dat je die los weet te laten. Dan ontstaat er ook een ruimte. Als je volle handen hebt, als je hoofd vol is, dan is er geen plek voor nieuwe dingen. Dus je moet eerst loslaten om iets te kunnen ontvangen. Als jij keihard op je geld zit, dan stroomt het niet. Als jij de hele dag bezig bent met alles wat je niet hebt, dan stroomt het niet. Dus door het los te laten, gaat het meer stromen. Dat is bijvoorbeeld ook met creativiteit. Um, je wil iets bedenken, je zit te denken van ik moet een blog schrijven of ik moet dit of ik moet mijn content schrijven en dan um, ga je heel geforceerd eigenlijk nadenken over wat je dan wil en wat gebeurt er dan, dan gebeurt er niks en dan vervolgens ga je een rondje lopen of je gaat douchen en dan in één keer sta je in de douche en dan vloep komt er een heel tof idee en voor je het weet is het in het doucheputje verdwenen, maar um, dat komt omdat je het op dat moment losgelaten hebt. En ik heb een hele leuke oefening um, die gaat over loslaten. Stel dat jij een bepaalde emotie hebt die jou in de weg zit, bijvoorbeeld, of een bepaalde gedachte die in de weg zit, waarvan jij denkt van ja, die blokkeert eigenlijk enorm. Bijvoorbeeld de gedachte dat het niet lukt. Of de gedachte dat het tot dusver nog nooit gelukt is. Of dat het voor jou niet weggelegd is om um, heel succesvol te worden met je bedrijf. Of niet weggelegd is om heel gelukkig te worden in de liefde. Omdat je tot dusver die ervaring nog niet hebt gehad. Um, dat je altijd tegen de verkeerde personen aanloopt. Of nou het kan van alles zijn. Of dat je dus inderdaad, dat jouw verhaal dus vooral bestaat uit. Heftige dingen die je hebt meegemaakt en dat je dus het gevoel hebt van ja, het echte geluk is voor mij niet weggelegd. Terwijl ja, um, wie zegt dat? Jijzelf dus, maar dat hoeft niet waar te zijn. Um, niet alles wat je zegt is waar, niet alles wat je denkt is zeker niet waar. Um, de loslaat oefening. Dus stel nou dat je een gedachte hebt die jou dwars zit, waarvan je denkt van ja, ik wil er eigenlijk vanaf. Ik wil die grachten eigenlijk loslaten. Of ik wil die emotie loslaten. Of het nou jaloezie is of uh, afgunst of frustratie of whatever. Voel dat gevoel even heel goed. En stel je voor dat dat gevoel deze, dit potlood is. Ik stel het met een potlood zwaaien. Dus je denkt, waarom zwaait ze met een fluoriserend uh, potlood? Nou, dat is je gevoel. Uh, um, dit representeert je gevoel. En op het moment dat we het gevoel um, zeg maar, hebben, dan houden we dat vaak vast. En als je nou zelf even een um, pen of iets in je hand uh, neemt, dan, en je houdt hem gewoon zo vast, dan voel je van oké, okay, ja, nou, als ik hem vasthoud, dan kan er eigenlijk niet zoveel mee. Dus is gewoon, ja, er zit grip op en het is, ja, het, is, het is een beetje, nou, er gaat wel veel aandacht naartoe, laten we het zo zeggen. En op het moment dat jij um, zoiets hebt van, ja, weet je, dit gevoel dat overheerst best wel erg. Ik wil daar eigenlijk wel vanaf. Dan kun je jezelf de vraag stellen van, nou, als dit potlood het gevoel is, um, zou het kunnen dat ik dit los zou kunnen laten? Nou, als je heel goed bij jezelf nadenkt, ja, de potlood, dat potlood zou je best wel los kunnen laten. Dat is op zich niet heel moeilijk. He, als je het loslaat, dan, nou, dan valt het op de grond. Um, stel nou dat het antwoord ja is. Zou je dat dan ook nu willen doen of misschien later? Dat je er nog niet aan toe bent, dat je het nog even vast wil houden. Dat zou kunnen. Nou, stel dat het antwoord is nu. Dus je kan, je kan het loslaten. Hè? Het is mogelijk om deze, dit potlood los te laten. Um, het is ook zo dat je zegt van, nou, ik zou het eigenlijk wel nu willen loslaten. Um, wat houd je dan nog tegen? Nou, je hebt een potlood. Je kan het loslaten. Wat gebeurt er dan? Dan valt het op de grond. En dan is het weg. Het is gewoon een besluit, dus, wat je kunt nemen. En... Um, je kan ook zeggen van nou, ik laat dit potlood nog eens even een beetje, nou in ieder geval in mijn hand een beetje, ik knijp het niet stevig vast, maar ik laat het een beetje zo zijn. Dan wordt het al makkelijker om te denken van oké, okay, nou misschien kan ik hem wel loslaten, misschien kan ik wel gewoon besluiten van hé, hey, ik wil een andere potlood. Een potlood waar ik wel wat aan heb. Want ik wil eigenlijk uh, gras uh, tekenen, nou dat kan niet met uh, roze. Um, zo simpel kan het ook zijn met gevoelens. Je moet ze dus zeker wel erkennen. Ze mogen er zijn. Hè? Je moet ze zien als een beetje een klein monstertje. Wat je heel even wat aandacht ook geeft van... Hé, hey, monstertje. Um, wat wil je eigenlijk aan mij vertellen? Oh, je bent boos. Oh, je bent dit. Oh, je, 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 je hebt uh, uh, verdriet. Oké. Okay. Oké, okay, ik hoor je. En op het moment dat je dat gehoord hebt... Dan mag je ook zeggen van oké, okay, nou, ik heb je gehoord en nu ga ik weer verder met dingen die uh, nuttiger zijn voor mij, die me meer energie geven. En zo kan je dus je gevoel toch erkennen, maar het ook heel makkelijk loslaten. Dus als je gevoel deze pen is, dan kan je dus zeggen of deze potlood is, dan kan je dus zeggen van nou, hou, blijf ik hem vasthouden, kies ik daarvoor. Dat kan, maar dan zit ik wel de hele tijd met een potlood in mijn hand en eh, dan kan ik in die hand in ieder geval niks meer doen, want ik heb dat potlood al vast. Dus op het moment dat je emotie vast blijft houden, houden, is er geen ruimte voor iets anders. Um, soms houden we zelfs met twee handen vast. Nou, dan kan er helemaal niks. Dus op het moment dat je besluit van nou, ik, ik, ik kan het loslaten en ik wil het ook loslaten. En het mag ook op dit moment. Dan is het een kwestie van: oké, okay, toestemming geven om het te doen. En dan doe je het ook. En wat zul je merken? Dat het losgelaten is. En. Um, dit kan je met alles doen. En het is een super simpele oefening. Je kan het ook opschrijven, van je afschrijven. Um, er zijn heel veel manieren, maar de potloodtruc werkt best wel goed. En op het moment dat, dat, je, de, dat je het losgelaten hebt en je denkt: er zit nog een beetje, dan doe je de oefening opnieuw. Ga je weer bij jezelf vragen: van, Goh, hé, hey, kan ik het echt loslaten? Ja, wil ik het ook loslaten? Um, Ga ik het nu loslaten? Ja, oké, okay. nou dan laat je het los. En door dit um, bewust toe te passen, zul je merken dat je anders met je gevoelens zult gaan omgaan. En zul je merken dat er meer ruimte vrij is voor dat wat je wel wil. En uh, hoe tof is dat? En dan wordt manifesteren in één keer veel leuker. Want dan manifesteer je wat je graag wil en niet allemaal gedoe. Dus uh, dat gun ik je heel erg van harte. En uh, daarom heb ik deze video voor je opgenomen. En ik hoop dat je er iets aan hebt. En uh, laat me vooral weten in de comments. Want. Uh, ja, um, yeah. ik, uh, ik ben benieuwd of je deze techniek kent en of je hem ook, uh, je hem ook gaat toepassen. En als je hem dan toegepast hebt, hoe die voor jou is. Tot de volgende keer en uh, thanks for listening. En uh, ik spreek je gauw. Veel succes met uh, manifesteren.